Het is even na 9 uur geweest en dus de hoogste tijd voor Deze Donderdag hier op RTL 4. Deze Donderdag, de enige quiz waar de goede vraag het antwoord is. En op elk antwoord weet zij een nieuwe vraag. Manuela Kemp. Goedenavond. Het is donderdag, 18 april. En het was ooit de trouwdag van prins Renier van Monaco met Grace Kelly. En het is vandaag de verjaardag van Radio 3 DJ Rob Stenders. Gefeliciteerd vast. En goedenavond en welkom bij Deze Donderdag. De enige quiz waar de goede vraag het antwoord is. Tim zei het al. Wij spelen het vanavond met 3 speciale gasten. En wie dat zijn, vertelt u Tim Klein. En onze 3 gasten spelen vanavond voor een goed doel. Dat is Foster Parents. De eerste kandidaat is Johnny de Mol. Hij haalt zijn oesters van Namke en gaat deze zomer joyriden met Georgina Verbaan. Xander de Boussanier. Binnenkort helemaal solo, zonder Volumia. En hij traint alweer keihard voor de marathon van New York. En de derde kandidaat vanavond is Erik Corton. Gitaren, bandjes, een hekel aan Europese auto's, theater, tv en radio. Hij doet het allemaal. Hartelijk welkom, jongens. Dank je. Het gaat spannend worden, want wij gaan heel keihard spelen hier. Let wel op. Ik geef de antwoorden, jullie stellen de vragen. Dat moet je even goed in je hoofd houden. Waarom? Ik ga verder niet zoveel uitleggen over het spel, want zometeen komt het grid, het speelgrid. En dan wordt alles vanzelf wel duidelijk. Ja, zullen we dat afspreken? Ja. Je speelt, dat wil ik wel nog even zeggen, om euro's. Oh ja, je kan dus euro's verdienen. Maar je kan ook euro's verliezen, net zo hard. Want als je het fout hebt, gaat het er gewoon af. Je spelen voor een goed doel, dus doe je best. We gaan eerst eens even noemen wat de categorieën zijn. Hier komen ze. Wat een jaar. Er zijn gebeurtenissen tijdens een bepaald jaar. We zoeken sporthelden, onze jongens op het slagveld. Mulder, op zoek naar verschillende mensen met dezelfde achternaam. Een schoonheidsvlekje, soms kan het heel erg mooi staan. Filmhits, we willen checken hoe vaak jullie naar de bioscoop gaan. En weet je nog, en dat is eigenlijk een geheugentestje. Wij hebben een volstrekt eerlijke loting gehad voorafgaande aan dit programma. En daaruit is gebleken dat Erik Corton mag beginnen. Ja, dat was jij. Erik. Dus, Erik, zoek een categorie en daarbij behorend eurobedrag. Nou, ik ga 500 euro filmhits. Puff Daddy is in Come With Me te zien met deze gitarist die ook de oorspronkelijke componist is. Oh. Erik. Dat weet jij. Waarom druk ik nou? Erik, dan ben je dus geld kwijt. Ja, nee, dan kan de wat wie is helaas. Iemand anders? Slash, ja, ik wil Slash zeggen, maar nee, die is Jimmy Page. Jimmy Page. Jij bent Jimmy toch? Ja, maar helemaal niet zo goeie. Maar Erik, je mag meteen doorspelen. Toch wel? Jawel. Filmhits 400. Don't cry for me, Argentina. De achternaam van Evita. Johnny. Wie is Peron? Correct. Johnny, je mag doorspelen. Een sporthelder voor 400, Manuela. Deze voormalige libero van Oranje veegde tijdens het EK 88 zijn billen af met een Duits shirt. Ja, Xander? Wie is Frank Rijkaard? Niet goed. Erik? Wie is Danny Blind? Ook niet goed. Johnny? Wie is Jan Wouters? Nee, dat is niet goed. Xander, wie is het dan? Wie is Koeman? Oké. Deed Koeman dat? Ja, dat deed Koeman. Zou je zeggen? Zou je zeggen? John, je mag doorspelen. Schoonheidsvlekje voor 400. Wielrennen was een grote hobby van deze voormalig CDA-leider en oud-premier van Nederland. Erik. Wie is Dries van Acht? Goed zo. Ga maar door. Ja, oh, oké. Ik ga gewoon door met de filmhits voor 300. Dan zingt de titelsong van de film Titanic van deze regisseur. Ja, Erik. Heb ik nou weer gedrukt? Ja. Nee. Jij. Doe dan. James Cameron. Oh. Wie is James Cameron? Correct. Oh. Eerst weet je hem niet. Ga maar door. Ja, goed hè. Ik ga voor 500 euro. Wie is Mulder doen? TV-maker Artje Mulder schrijft verdienstelijk en ligt af en toe onder vuur wegens plagiaat. Ik ga even wat drinken. Ja. Hey. Wie is Adriaan van Dis? Oké. Dat is die schrijver. Ga maar door. Die categorie doen we dus even niet meer. Erik. 500 euro, weet je nog. Zo heette de zwarte slaaf Toby uit de tv-serie Roots. We gaan nu even wat eten. Zwarte slaaf. Jumig. Wie is Kunta Kinte? Oh, jawel. Obi-Dobi. Kom maar. Wat een jaar, 500 euro.
Het eerste kloonschaap Dolly wordt geboren. Clinton verslaapt Bob Dole en Banger Hart is een grote hit. Sander. 97. Wat is 97? Is niet goed. Johnny? Wat is 96? Helemaal goed. John mag doorspelen. Dan wil ik graag sporthelden voor 500. Naar deze Friese voetballegende is het huidige stadion van Heerenveen vernoemd. Sander. Wie is Abel Enstra? Correct, Sander. Wat een jaar, 400. De aanslag wint een Oscar. De Herald of Free Enterprise kapseist. En Gerrit-Jan Heijn wordt vermoord. Johnny. Wat is 1982? Nee. Ja, Erik. Wat is 1984? Nee. Sander. Wat is 1986? Nee. God. Wat is 1987? Nou, ik zit er elke keer aan. Okay. Natuurlijk. John, je mag gewoon door. Dan wil ik graag Mulder voor 300. Als Klaas Vaak werd hij een radio-icoon en tegenwoordig zit hij met zijn echte naam achter de microfoon. Tom Mulder. Erik. Wie is Tom Mulder? Ja, dat is goed. Spelen jullie samen? Sander. Ja, één dag niet gegokt is één dag niet geleefd, zou ik maar zeggen. Oké. Even kijken, filmhits voor 200. In Man in Black is deze acteur de tegenspeler van Will Smith. Ah, ik weet het niet meer. Erik. Wie is Tommy Lee Jones? Correct. Ja, ja. Filmhits voor 100. Ja. Hadden een wereldhit met Staying Alive dankzij deze film. Erik. Wat is Saturday Night Fever? Dat is goed. Je mag doorspelen. Ik heb het rijtje leeg, dus ik ben klaar. Nee, je staat op nul. Lekker. Even kijken. Zal ik eens even de stand geven voordat je doorgaat met sporthelden? Ja. Erik, je staat heerlijk weer op nul. Zalig. Sander staat op min 800. Ik heb geld bij me. John heeft 100 euro in de pocket. Ja, jullie gaan lekker. Maar Erik, revanche. Ik ga de sporthelden voor 300. Deze Hagenaar won als eerste Nederlandse tennisser in 1996 het herenenkelspel op Wimbledon. Johnny? Wie is Richard Krajicek? Is goed. John? Ik ga door met de sporthelden voor 200. Met 6-14-66 werd deze landgenoot in Salt Lake City Olympisch kampioen op de 5000 meter schaatsen. Sander. Wie is Jochem Uithagen? Correct. Sander. Ja, doe maar sporthelden. 100. De buurman van Fred Flintstone, die tweevoudig wereldkampioen darts is. Erik. Wie is Barney? Ja, je mag doorspelen, Erik. Ik heb alle makkelijke, hè? Weet je nog voor 400? De vriendelijke schele leeuw uit de televisieserie Daktari. Is dat jouw tijd? Schele leeuw? Ja. Is uit onze tijd, Erik. Ja. Nee? Help. Wie is Clarence? Zeedorf? Oké. Oké, ik ga nog een keer. Weet je nog, nou hopelijk van een decennium later, weet je nog 300 euro. From Russia. With love. With love. I fly. Deze zanger vertolkt de titelsong in de Bondfilm From Russia with Love. Johnny. Wie is Frank Sinatra? Nee. Erik. Wie is Tony Bennett? Nee. Niet? Sander denkt ik niet. Ik had ook Frank Sinatra. Wie is Matt Monroe? Matt Monroe? Ja. Goh, dan sta ik weer op min 200. Oké, je mag door. Ik? Oh, weet je nog, voor 200 sta ik weer op nul. Where can I go? I can't go to Holland. Can't go to Holland. I don't ride a bike. De Nederlandse versie van deze goede doelhit ging over dit land. Erik. Wat is België? Correct. Nul. Ja, ga nog maar even door. Oké, schoonheidsvlekje voor 500 euro. Wereldleider schreef zijn communistische leer in het befaamde kleine rode boekje. Sander. Wie is Gorbachev? Zo, nee. Hallo. Erik. Wie is Mao Zedong? Correct. Even wat puntjes erbij. Zo. Lekker. We gaan nog maar even door, snel. Dan kan ik ze allemaal weer kwijtraken, hè? Even kijken. Weet je nog voor 100? Hij is de eerste Nederlandse ruimtevaarder. Johnny. Wie is Wiebe Okkels? Correct. Goed, we zijn aan het einde gekomen van ronde 1. Ik ga eens even naar de stand. Wij staan op Sander met min 1100 euro. Johnny, ja, heeft... Johnny heeft 200 euro in de plus. En Erik is prachtig ingelopen en heeft 500 euro in de plus en gaat aan leiding. Ik kom zo nog even terug, maar we gaan eerst naar Tim met de eerste.
Ja, en je bent weer terug bij het tweede deel van deze donderdag. Ik sta even bij onze gasten van vandaag. Johnny, we spelen voor een goed doel, jullie althans. Welk goed doel is dat? Dat is het Foster Parents Plan. En dat komt omdat Sander hier in Malawi is geweest. Ja, ja. Dat klopt. Ik ben destijds samen met Wendy, mijn vriendinnetje, naar Malawi geweest. En ja, dat heeft ons, was zo'n indrukwekkende, aangrijpende reis... Dat ik eigenlijk wel vond dat we het daarvoor moesten spelen. Mm. En mede ook omdat zij wel een beetje onder vuur hebben gelegen... en wij zelf wilden kijken of dat nou wel zo was, of ze goed werk verrichten. Nou, het was echt geweldig verzorgd daar voor die mensen. Doe je iets beter je best dan ook, dat ze ook wat geld krijgen? Ja, ik krijg wat van hun nu, hè. Maar ja. Ik ga mijn best doen. Okay, ik gok te veel. Ik ben echt een gokker. Hey, Erik, nog steeds mussen en zwanen? Ja, nog steeds tot 24 mei AS. Ja? Overal in den landen. Je staat bijna elke avond in theater. 5 avonden per week nu, ja. Fijn, hè? Dan is het wel lekker om even een spelletje te doen. Zalig. Hou je van spelletjes? Eigenlijk niet zo, maar ik vind het wel leuk nu. En je staat aan de kop, hè? Dat is altijd Dat scheelt altijd een hoop. Anders had ik iets heel anders gezegd, denk ik. Concentreer je vast, want wij gaan naar het tweede spel. Dit zijn de categorieën waarin gespeeld kan worden. 12 ambachten, soms verloopt een carrière anders dan verwacht. Jeugd-TV, volgens mij hebben jullie het allemaal vroeger gezien. TV-tune spreekt voor zich eigenlijk. Opvallende wenkbrauwen, denk er dan ook aan dat ze soms wel eens kunnen ontbreken. Beroemde huisdieren, we kennen ze. Van mensen, van de film of uit een strip. En trivia is onze potpourri en daar kan alles in gebeuren. Ik begin met de speler met de laagste score. Nou, Sander, revangeer. Ik wil graag 1000 beroemde huisdieren. Deze kat woonde op 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. en lag op schoot bij de Clintons. Ja, dat is dan jammer. Ik ga het niet aan, hoor. Nee, het is geen garf. Hint. Wie is Socks? Ah, tuurlijk. Ik zie als je hem hoort. Sander, je mag nog steeds, maar doe het nou even goed voor dat goede doel. TV-tunes, 1000. Luister. Een hele hoop doktoren, waaronder Denzel Washington. Oké, Sander. Wat is ER? Nee, man. Toch, jawel toch? Het is toch ER? Nee. Erik? Wat is Chicago Hope? Nee. Ook niet. Oh, nee. Hoe heet die ook? Het is toch ER? Nee. Wat is Saint Elsewhere? Ah. Min 2100. Sander, je gaat gewoon door. Mag ik door? Ja. 1012 ambachten. De Italiaanse ex-vrouw van Jeff Koons, ooit parlementslid in 1987... maar vooral bekend als pornoactrice. Sander. Wie is Cicciolina? Goed zo, 1000 erbij. Weet je wel, hè? Ja, die weet ik wel. En doorspelen maar. Jeugd TV 1000, Manuela. Goed. Hij speelde in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer... en presenteerde Renje Rot. Ja, Sander. Dick, Martin. Wie is met die Tette Bra... Nee. Ja, je hebt het gezegd. Kom op dan. Erik. Wie is Martin Brosius? Ja. Ja. Is dat hem? Ja, dat is Martin hem. Brosius. Goed. Dat ik het ooit nog moest zeggen. 1000 voor ontzettend opvallende wenkbrauwen. Secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie... tussen 1964 en 1982. Ja. Erik. Wie is Leonid Brezhnev? Goed zo. Ga maar door. Oh, nou, dan gaan we weer terug naar de 200, goed, jongens. Hoor. Even kijken. Trivia voor 400. Die hem aandeelt, hè? Rechts. Oh. Rechts. En dan rechts, buitenkant. Oh. Dit is van een ongekende schoonheid, echt waar. Dit ook. Holy shit. De club waar Dennis Bergkamp al een aantal jaren in dienst is. Sander. Wat is Arsenal? Correct. En doorspelen. 1000 trivia. Deze Russische schrijver schreef onder andere de romans Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Wie is Tolstoy? Goed zo. Erik, ga maar door. Ja, Russen, zo. Ik weet heel veel over de Sovjet-Unie. Ja. Even kijken. Wil je nog een paar punten? Iets met voetbal? Even kijken. Trivia 800. Liam Neeson speelt een hoofdrol in Star Wars, The Phantom Menace, van deze regisseur. Johnny. Oeh. Oh, wat erg. Dan moet je het ook Blackout. Zeggen, ook, vind ik. Wie is... God, wat erg. Ik weet het ook niet. Steven Spielberg. Nee, man. Ben je ook een...
Theo van Gogh. Blackout. Wie is George Lucas? George Lucas. Oh, wat een fout. Het gaat er af, hè. Volgende vraag. Jeugd TV voor 800. Bijna 20 jaar lang presenteerde ze Stuif SN. Ja, dat weet ik toch niet, joh. Ja, Erik. Wie is Ria Bremer? Goed zo. Even kijken, Jeugd TV 600, daar ben ik heel goed in, blijkbaar. Hij speelde de grote kindervriend meneer Cactus in de grote meneer Cactus Show. En Johnny? Wie is Peter Jan Rens? Juist. Jij staat op 0 euro. Sander op min 1700 euro. En Erik staat heel mooi op 3300 euro. Ja. Allemaal met Jeugd TV. En Johnny, voor jou. 800 voor beroemde huisdieren, alsjeblieft. Het hondje van Dorothy in The Wizard of Oz. Dat is een kleren mee. Lassie. Bucky. Nee. Wie is Toto? Toto, oh. Ja, tuurlijk. Nou, ga maar door, John. Goeie band, goeie band. TV-tunes voor 800. Onder leiding van Bosley werken ze als detectives voor Charlie. En John. Wie zijn Charlie en Angels? Ja. Ga maar door. Ik ga voor Trivia 600. Het pseudoniem van Georges Rémy, de geestelijk vader van Kuifje. Oh, Erik. Drama. Wat is Hergé? Ja, Hergé kan het 100 keer zeggen. Ja, tuurlijk. Beroemde huisdieren voor 600. Dit hondje uit South Park is waarschijnlijk de enige homoseksuele viervoeter met een sterrenstatus. Jezus. Ja. Wie is Sparky? Opvallende wenkbrauwen voor 800. Deze schaatsende Barbara was bij de Olympische Spelen van 2002 niet aanwezig. Ach, wie was Barbara Delors? Ga maar door. Barbara Delors. Ik ga verder, gewoon verder met Jeugd TV voor 400. Zij presenteerden een kinderprogramma met tekenfilms en vaste onderdelen als Spotlight en Wij zijn beter. Presenteerden, hè? Erik. Ja. Wie zijn Carlo Boshart en Irene Moors? Yes, goed, ga maar door. Jezus. Ja, toch. 12. Oké. 12 aanwachten voor 800. Doe maar. Stagiaire, vriendin van Linda Tripp. Een bevlekte blauwe jurk en een onsmakelijk gerucht over sigaren. En John. Wie is Monica Lewinsky? Heel goed. Kijk. 12 aanwachten, 600 alsjeblieft. Sportverslaggever, acteur, Nancy, politiek, Alzheimer en in spitting image regelmatig gepersifleerd. Erik. Wie is Ronald Reagan? Goed zo. Ik wist het door die Alzheimer. Even kijken. Ik vind die opvallende wenkbrauwen wel leuk voor 600. Na 15 jaar Formule 1 coureur geweest te zijn, begon hij in 1979 zijn eigen vliegmaatschappij. Sander. Wie is Nicky Lauda? Goed zo. Wacht even hoor. Ja, Sander, ga maar even door. Oké. Doe iets wat je TV-tune weet. TV-tune 600. En let goed op, luister goed. Dit staat bij Thomas op zijn visitekaartje, compleet. Is het ook alweer? Johnny. Nee, wat is die A-team? Maar dat is het niet. Nee. Thomas. Oh. Dit staat bij Thomas op zijn visitekaartje. Wat is Magnum P.I.? Oh. Ja. Ah. Maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van de tweede ronde. Oké. De stand, min 1100 voor Sander, lekker opgetrokken. Johnny heeft 1000 euro. En aan kop met 5100 euro, Erik Kortom. Ik vind het goed, hoor. Officieel, Sander, zou jij met een minstand niet mogen meedoen aan de finale. Maar dat vinden wij niet leuk. Nee. Deze donderdag niet. En natuurlijk ook niet Foster Parents. Nee, dus, hij heeft genoeg. Jij speelt gewoon mee. Hij heeft genoeg. Dan kan jij in ieder geval proberen in te lopen en nog wel in de plusstand te komen. Ja. Het geld gaat naar het goede doel, maar... Wat krijgen zij mee, Tim? Naast het bedrag dat vandaag bij elkaar wordt gespeeld voor Foster Parents... krijgen Johnny, Xander en Erik elk een Freecom FX1. Dus een CD-rewriter met een stijlvol uiterlijk. Oké, wij gaan nu naar de finale toewerken. Dat betekent dat ik jullie eerst de categorie geef... waarin de finale vraag gesteld gaat worden. Okay. Dan moet je goed over nadenken of je denkt daarop een goed antwoord te kunnen geven. Jij mag, Sander... niet meer inzetten dan je eigen bedrag. Dat mag iedereen. Maar bij jou is het in de min, dan mag je dat doen. Dan kan je in ieder geval zorgen dat je voor het goede doel goed komt te staan. In ieder geval Kitra. Luister goed, jongens. Dit is de categorie van de finale vraag. Op de kleintjes letten. Denk na over wat je gaat inzetten. In die tussentijd gaan wij naar Tim met de tweede thuistrekking. Welkom terug bij het tweede gedeelte van... Maar de
enige echte finale toe. Jongens, het was tot nu toe hartstikke lachen, maar concentreer je even. Want als je dit goed hebt, dan kunnen we daar nog wat mee, hè, voor dat goede doel. De categorie was op de kleintjes letten. En dit is het antwoord waarna je 15 seconden de tijd krijgt om te schrijven. Deze beursspeculant veroorzaakte in 1995 de ondergang van de gerenommeerde Britse Barings Bank. 15 seconden. En dit is ongeveer het zijn van de 15 seconden. Goed. Deze beursspeculant veroorzaakte in 1995 de ondergang van de gerenommeerde Britse Barings Bank. En ik begin bij degene met het laagste bedrag, Sander. Min 1100. Ik wil van jou weten, wat is je vraag? Wie is Nick Leeson? Wat heb je ingezet? 11.000 euro. Dat kan niet. Oh. 1100 euro. 1100, ja. Dan mag ik je feliciteren, want het is goed. Ja. Hè? Heb je tenminste jezelf uit die enorme min getrokken? Ja. Heel goed. Mooi op nul. Ja, nu komt het spannende gedeelte toch wel, want we gaan naar John. Die heeft 1000 euro, had hij. Dan wil ik eerst weten, wat is je vraag? Wie is Nick Leeson? Ook. Correct, wat heb je ingezet? Ik heb alles ingezet. Ook alles ingezet. Ja. Dat betekent dat jij op 2000 komt te staan, want je krijgt ze erop. Ja. Wie zou er gewonnen hebben? Want als Erik het fout heeft en alles heeft ingezet, want zij zijn alles inzetterig, dan kan je alsnog gewonnen hebben, John. Erik, wat is je vraag? Nou, het antwoord is, ik ga naar Malawi. Maar de vraag is, wie is Nick Leeson? Oh, yes! Ja, ja. Maar misschien heb je maar 5 euro ingezet. Wat heb je ingezet? Ik heb gewoon het hele zootje ingezet. Dat dacht ik al. 5100 euro. Ingezet. Dat betekent dat je toch absoluut de winnaar bent met 10.200 euro. Zo. Ja. En Johnny heeft 2.000. Bij elkaar hebben jullie, jongens, en dat is toch een heel erg bedrag, bij elkaar hebben jullie 12.200 euro bij elkaar geraapt voor Foster Parents. Ik vind dat hartstikke veel. Mooi. Gefeliciteerd daarmee. Dank jullie alle drie voor het meespelen. U bedankt voor de aandacht hier en thuis natuurlijk voor het kijken. Volgende week zijn Tim en ik er weer met 3 hele andere speciale gasten. En dan hoop ik u